En de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, heeft maandagavond een openbare discussie georganiseerd in de banketzaal van Torarica. De aanleiding was de beleidswijziging vanuit de Centrale Bank van Suriname ten aanzien van het terugbrengen van de vreemde valuta kasreserve bij de banken van Suriname. Voorheen hielden de algemene banken van Suriname hun kasreserve bij buitenlandse banken. Hierdoor hadden de banken en hun rekeninghouders voldoende garanties voor de veiligheid en de directe opeisbaarheid van de vreemde valuta tegoeden. Het terugbrengen van de vreemde valuta, kasreserve, naar Suriname en het plaatsen bij de centrale bank zal de deviezenreserve van de moederbank kunstmatig omhoog doen schieten, terwijl het solvabiliteitsvoordeel voor de banken minimaal is. Eblijn Vranji, voorzitter van de bankiersvereniging, ging dieper in op deze kwestie. Maar de gamechanger in de afgelopen periode is geweest de geldzending. De geldzending vorig jaar in april heeft erin geresulteerd dat de centrale bank de aangehouden middelen van banken, van de drie banken, Agering, Fina Bank, DSB, voorgeschoten heeft. Ze heeft de banken, elk haar deel van het aangehouden deel, voorgeschoten. Maar toen de commerciële banken erachter kwamen dat er een geldzending aangehouden was, en later hoe serieus het was, was het voor een aantal banken een beetje te laat. De euronostro's raakte leeg. De centrale bank heeft op dat moment toestemming gegeven aan die banken wiens euronostro-rekening in principe leeg waren, om gebruik te maken van de kasreserve voor die banken op en die over te hevelen naar hun werkrekening. Een van de zorgpunten van de banken is dat ze geen zicht hebben op de kasreserves bij de moederbank. Hierdoor weten de banken ook niet of hun middelen wel veilig zijn, zegt Vranji verder. Wij hebben gezegd, we zijn bereid te praten. Maar we zijn bereid te praten vanwege het feit dat de centrale bank zich zeer constructief heeft opgesteld toen ze het betalingsverkeer moesten garanderen. Want ze hoefden dat ook niet, maar ze hebben het gedaan. Dus we hebben ons constructief opgesteld. We konden niet aan de ene kant zeggen, centrale bank, geef me liquiditeitsondersteuning. En ik heb geprofiteerd van de swaps, want de swaps zitten nog daar. Maar aan de andere kant, we vertrouwen je niet. Het is een hele kromme redenering. Dus we hebben gezegd, centrale bank, dat geld ligt al daar. Laten we een kromme situatie nu recht gaan trekken. Eblijn Vranji, voorzitter van de bankiersvereniging, maandagavond tijdens de discussieavond van de VES. Het publiek maakt zich vooral zorgen dat ze straks niet meteen over hun valuta zal kunnen beschikken.